Het nieuwe leenstelsel gaat er echt komen. Leidse fotograaf genomineerd voor zilveren camera. En hogere boetes voor overtredingen op en in het Leidse water. Welkom bij het Unity TV nieuws van donderdag 22 januari. Op voorstel van de Leidse fractie van GroenLinks heeft voortaan iedere Leidenaar in de winter een warme slaapplek. Tot nu toe was het voor met name daklozen en vluchtelingen moeilijk om 's nachts winteronderdak te krijgen. Dagelijks moeten zo'n 15 tot 20 mensen de nacht buiten doorbrengen. GroenLinks had een motie klaar liggen om via de raad af te dwingen dat niemand 's winters in Leiden nog buiten hoeft te slapen. Door toezeggingen van wethouder Roos van Gelderen hoefde GroenLinks de motie echter niet meer in te dienen. Voortaan kan iedereen, vluchteling, daklozen of wie dan ook, in de winter opgevangen worden in Leiden. Nachtopvang De Binnenvest heeft GroenLinks ervan verzekerd 's winters niemand meer weg te zullen sturen. Donderdag werd in Leiden-Dorp de Brede School West feestelijk geopend. De commissaris van de Koning van provincie Zuid-Holland verrichtte samen met burgemeester Driessen en twee leerlingen de openingshandeling. Gemeente Leiden-Dorp vierde samen met de Daltonschool De Leeuwerik, Prins Willem-Alexanderschool, Sportfondsen Leiden-Dorp, Stichting OBSG Leiden-Dorp en SKL het heugelijke feit dat kinderopvang, onderwijs en bewegen samenkomen in gebouw Hoftuin. Ook werd er een kunstwerk onthuld, gemaakt door Ram Katsier. Het Leidse stadsbestuur heeft een lijst opgesteld met nieuwe regels en strengere boetes voor overtredingen in en op het Leidse water. De pleziervaart op de Leidse grachten is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Zo sterk zelfs dat op mooie zonnige dagen er soms filevorming ontstaat bij bruggetjes. Om de pleziervaart ook plezierig te houden voor iedereen, zijn de nieuwe regels en hogere boetes nodig. Afval overboord gooien? €140. Te hard varen door de grachten? Dat kost je al snel €100. En hengelen zonder vergunning? Dan kun je op een boete van €130 rekenen. Ook de politie en de gemeentelijke opsporingsambtenaren gaan strenger handhaven. Taco van der Epp is genomineerd voor de Zilveren Camera in de categorie serie Binnenlands Nieuws. De Leidse fotograaf maakte vorig jaar een fotoserie over burgemeester Len Verink, die op zijn fietsje naar de Apollolaan ging om in gesprek te gaan met woedende demonstranten die Benno L. uit Leiden weg wilden hebben. Het werd nogal vrij spannend, alleen de rol van burgemeester Len Verink die begon wel op te vallen en hij werd zo langzamerhand eigenlijk een beetje het verhaal zelf eigenlijk. Hoe hij daarmee omging en hoe hij de vrede in de buurt probeerde te bewaren en het knap gedaan heeft. Zondag hoort Taco of hij de zilveren camera ook daadwerkelijk op de schoorsteenmantel kan zetten. Er is lang over gesproken, maar het is nu echt zover. De basisbeurs voor studenten wordt per 1 september afgeschaft en vervangen voor het leenstelsel. Een wetswijziging die grote impact zal hebben op studenten die in Leiden gaan studeren. Dat betekent dat vanaf 1 september, wanneer je start met een bachelor of wanneer je start met een master en je hebt nog recht op wat voorheen de basisbeurs heette, dat betekent dat je dat nu moet gaan lenen. Oftewel, je begint met het opbouwen van een studieschuld vanaf 1 september. Het leenstelsel is niet alleen voor toekomstige studenten. Ook studenten die nu al aan een studie begonnen zijn, moeten per 1 september de beurs gaan lenen. En daar is in Leiden weinig begrip voor. Ik zie dit als een zwarte dag in de geschiedenis van de Nederlandse wetgeving over onderwijs. Ja, want ze hebben de regels veranderd terwijl het spel nog bezig was. Ja. Want ik heb getekend van tevoren voor een 4-jaar bachelor, dat ik de studiefinanciering zou krijgen voor 4-jaar bachelor. Ik zit nu in mijn derde jaar, ik ga een halfjaartje uitlopen. Dan mis ik dat halfjaartje. Nou, voor mij persoonlijk is het heel vervelend, want ik loop een jaar studie daarvoor mis. En dat is omdat ik een tweejarige master doen. Zogenaamde research master, dus echt gericht op excellente studenten, op onderzoek. En normaal zou ik dan een jaar extra studie krijgen, omdat ik een jaar langer studeer. Maar dat valt nu door de mand. En dat is erg vervelend, want toen ik begon met studeren was het nog niet het geval. Dus het is, ja, ik heb eigenlijk 4 jaar lang ergens op gerekend. Wat nu opeens niet meer zo is, dus ik baal nogal persoonlijk. Naar verwachting zal het leenstelsel ook gevolgen hebben voor het aantal inschrijvingen bij de hogeschool
en de universiteit. Ja, ik ben heel erg bang dat, dat de mensen niet gaan studeren of dat mensen niet doorgaan na een bachelor met een master. Het CPB heeft berekend dat in heel Nederland duizenden mensen minder zullen gaan studeren. Dus ik ben heel benieuwd. Ik verwacht eigenlijk minder aanwas aan studenten in Leiden volgend jaar vanaf 1 september. In Nederland moet je wel een klimaat creëren waarin je iedereen onderwijs gunt. En ik denk dat mensen met lager inkomen daar heel weinig profijt van gaan hebben. Het leenstelsel zal naar verwachting 1 miljard euro opleveren. Geld dat besteed gaat worden in de kwaliteit van het onderwijs. Ja, maar tegen die tijd ben ik waarschijnlijk al lang klaar. Hoewel natuurlijk wel weer fijn is voor mijn toekomstperspectief op die arbeidsmarkt die ik waarvan ik hoop dat die ook bij de universiteit ligt. Maar ik vind het vooral kwalijk dat voor mensen die niet in de academische wereld terechtkomen, die merken niet meteen volgend jaar al die vooruitgang in het onderwijs. Want dat is er dan nog niet. De Leidse studenten zullen zich nu moeten neerleggen bij het leenstelsel. Want ondanks de vele bezwaren gaat het er nu echt komen. Ja, in zoverre is de strijd voorbij. Het gaat er komen. De minister, en daar ben ik wel blij mee, heeft wel gezegd, nou ja, we gaan vanaf september kijken hoe het gaat lopen. Dus we houden er een vinger aan de pols. Als er echt dingen misgaan, dan zullen wij weer van ons laten horen. En dan hoop ik dat de minister daarvoor open staat. En dan nog het weer. Vandaag hing er een dik pak bewolking boven de Leidse regio. En het was winters fris met een temperatuur van 1 graad. Tim van Vliet maakte voor ons deze grijze foto in Leiden. Vanavond blijft het bewolkt en vannacht wordt het ijzig koud met een temperatuur van min 4. Morgen een mooie winterse dag met een zonnetje. De temperatuur tikt 2 graden aan. En de rest van de week breekt de zon af en toe door de wolken heen en vallen er buien. De gemiddelde temperatuur ligt rond de 7 graden. En tot zover deze uitzending van het Unity TV Nieuws. Vrijdagmiddag om 5 uur melden we ons weer met een nieuwe uitzending. En in de tussentijd houden we je op de hoogte van het laatste nieuws via Unity FM op 105.7 FM en via onze website www.unity.nu. Ik wens je nog een heel fijne dag.